Welkom. Ik sta op de bouwplaats van het kindcentrum IJsselmonde in Rotterdam-Zuid. Ons kindcentrum biedt regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en kinderopvang. Het CEG, de fysiotherapeut, logopedist en diëtist komen hier ook. Eind 2021 is onze school klaar. Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar diverse leerkrachten. Vanaf het nieuwe schooljaar bouwen we samen aan onze school. Je hebt een niet aflatende passie voor het onderwijs, je helpt mee verhuizen en inrichten en je gaat aan de slag in een wijk waarvan alles gebeurt. Als leerkracht ben je een echte doorpakker met een missie. In het kindcentrum geven we onderwijs met onze eigen pedagogische visie. We hebben geen traditionele klaslokalen. Leerlingen werken in verschillende soorten ruimte, plekken en samenstellingen. De aula is het hart van ons kindcentrum. Het is dé centrale ruimte voor speciale activiteiten en ontmoetingen. Hier vind je de bibliotheek en de keuken. Ons aanbod is opgebouwd aan de hand van onze vier pijlers. Zorg, gezondheid, zelfredzaamheid en taalontwikkeling. Gezond eten en drinken geldt dus in de pauze, maar ook in de BSO-tijd. En een kind moet altijd zelf eerst iets proberen voordat iemand komt helpen. Elk kind kan rekenen op aandacht en zorgzaamheid van een volwassene die in de buurt is. De hele dag. En dat kinderen nieuwe woorden leren en vragen stellen als ze iets willen, dat zal gauw wennen. Alle medewerkers maken er een gewoonte van de kinderen op deze punten te helpen. Ik kijk er heel erg naar uit dat we straks op deze plek zitten. Het kindcentrum in het hart van de wijk IJsselmonde. De plek waar iedereen welkom is. Alle kinderen hebben het recht een leven op te bouwen naar hun eigen ontwerp. Als volwassenen helpen wij ze daarbij. We zorgen ervoor dat ze zich veilig voelen en gezond blijven. We leren ze lezen, schrijven en vragen stellen. Klaar om de wereld te kunnen ontdekken. Met liefde en aandacht, zodat ze zelfverzekerd en met een sociaal gevoel die wereld intrekken. En we leren ze de mouwen op te stropen, zodat ze aan de slag kunnen. Het worden immers echte Rotterdammers. Kinderen zijn tot 13 jaar welkom in Kindcentrum IJsselmonde. Eerst op de kinderopvang of de peuterschool. En vanaf hun vierde verjaardag in het basis- of speciaal basisonderwijs. De kleuters blijven in hetzelfde gebouw met veel bekende gezichten. Dat is fijn. Ons kindcentrum is iedere schooldag open van 7 tot 7. Gezinnen kunnen gebruik maken van de voorschoolse opvang en om 8:30 starten de lessen. Alle kinderen eten op school in een van de units of tijdens een picknick in de tuin. En wat langer op school blijven is geen enkel probleem. Dat kan tot 7:00 s'avonds in de BSO-tijd. Spreekt het kindcentrum jou aan? Dan zijn we op zoek naar jou. Wij zijn op zoek naar diverse leerkrachten. Check onze vacatures. Waar wacht je nog op? Bouw nu met ons mee!